Zijn vraag aan jou, Hugo, onder andere van Erik van Vught. Uit, dat staat er niet bij. Kan überhaupt een coach, een speler die ooit weg is gelopen bij het Nederlands elftal destijds, nog coach worden van het Nederlands elftal? Zoals hij destijds bij WK 94 is weggelopen? Nee, volgens mij kan dat niet, omdat je dan toch het bewijs levert dat je zo'n grote Einzelganger bent, dat je alleen je eigen profiel, je eigen image voorop stelt. En ik denk dat dat het probleem van Ruud Gullit is. Het is een schitterende voetballer geweest, maar ik denk dat hij in zijn profielzucht zijn medespelers heeft vernield destijds. Geen enkele menselijke compassie heeft getoond, ondanks zijn image, naar jongens met minder talent. En het spijt me dat ik het moet zeggen, ik vind Ruud Gullit een karikatuur als bondscoach, stelt dat hij dat zou worden, om de doodsimpele reden dat hij de man is van de ontleende autoriteit. Hij ontleent alles. Aan Prada, aan Gucci, aan de PC Hoofdstraat. Overal ontleent hij nu zijn nieuwe bestaan. Nou, een trainer met gezag heeft dat niet nodig. En jij, Johan? Ik heb ook geen vertrouwen in Gullit. En we hebben zo'n serie in het kerstnummer gehad waar wij een hele hoop jongens van het team uit 1988 interviewden. En die wilden het dan niet allemaal zeggen voor het verhaal, maar off the record kwam er toch wel uit dat niemand van dat team vertrouwen heeft in Gullit als bondscoach. Ze respecteren hem allemaal als speler, dat deed hij goed. Maar ze vinden het eigenlijk geen man die met hart en ziel met voetbal bezig is en die verstandige dingen over voetbal zegt. Ik heb een oplossing voor het Nederlands elftal. Kom maar, Hugo. Vertel het. De 80-jarige Remo Goedhans. Hij kan daar. Ja, maar nu zijn we eruit. Ja, hè? We zijn nu is het programma afgelopen. Of een Argentijn. Argentijn is ook goed. Nee, het programma zit er inderdaad op.